Hey daar geeks en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe eerste uur video met vandaag in de schijnwerpers Sword Art Online Hollow Realization. Dit spel voor de PlayStation 4 en PS Vita kwam uit op 8 november voor ons Europeanen en het is in elkaar geknutseld door Aquaria en uitgegeven door Bandai Namco Entertainment. Het is alweer het vierde spel dat gemaakt is naar aanleiding van de anime Sword Art Online. En dat is een serie waar ik echt ontzettend van genoten heb. Dus toen ik erachter kwam dat er ook een spel van was, ja, ik moest dat spel gewoon proberen. Ik heb begrepen dat het geen echt vervolg is op de vorige spellen die al uit zijn gekomen, maar dat het eerder een nieuw begin is. Ik zal eerst even een korte samenvatting geven van Sword Art Online, de anime. In de anime is het namelijk het jaar 2022 en vandaag is het de launchdag van het spel Sword Art Online. Hier wordt echt al jaren naar uitgekeken door gamers rondom de wereld. Het is een MMORPG en het maakt gebruik van de nieuwste technologie, namelijk een speciale helm genaamd de Nerf Gear. De Nerf Gear kan de gamer als het ware in het spel zetten. Het is dus eigenlijk wel te vergelijken met een fancy variant van de virtual reality brillen die nu voor ons in opkomst zijn. Dus wie weet, misschien over een paar jaar hebben wij ook wel een Nerf Gear om op ons hoofd te zetten. Kirito is een van de gamers die ontzettend uitkijkt naar dit spel en hij is tevens ook de hoofdpersoon van de anime. Hij is een van de weinige beta-testers geweest en weet daardoor al een beetje wat hem te wachten staat in de gigantische virtuele wereld Aincrad. Wat hij en alle andere 10.000 ingelogde spelers echter niet weten, is dat de full version van het spel je dood kan worden. Alle spelers die zijn ingelogd kunnen namelijk niet meer uitloggen totdat ze game over gaan, waardoor ze in de echte wereld ook game over gaan, of wanneer ze met z'n allen het spel verslaan. Dat doen ze door de eindbaas te vermoorden die ergens in het puntje van een 100 niveau hoge toren zit. Kirito neemt deze taak op zich en tijdens zijn avontuur door deze virtuele wereld ontmoet hij ook vele andere spelers, waaronder zijn toekomstige vriendin Asuna. Of het hem lukt? Dat zal ik daarmee niet verklappen. Iets met spoilers en zo. In Hollow Realization begin je in een soort MMO-achtige character creation menu waar je kan kiezen of je als mannetje of vrouwtje door het leven wilt gaan en hoe hij of zij er dan uit komt te zien. Je hebt aardig wat mogelijkheden om uit te kiezen en daar word ik altijd al snel blij van. Ik vind het altijd heerlijk om een beetje in zo'n character creation menu te gaan kutten met alle opties en kijken wat er dan uitkomt. Vaak lijken ze toch wel een klein beetje op mezelf. Maar goed, maakt verder niet uit. Nadat je dan klaar bent met het maken van je mannetje, of waar je ook voor kan kiezen is de default variant, dan speel je dus eigenlijk als Kirito zelf. Maar goed, als je dat gekozen hebt, dan start het spel. En ik had een vrouwtje gekozen. Gewoon omdat het me leuk leek, want dan kon ik als een soort van mezelf door de wereld gaan wandelen uit de anime. Dacht ik. Ik zat dus fout op een paar punten. Namelijk, punt 1. Je ziet een cutscene met Kirito die terug is bij de Town of Beginnings, net als in Sword Art Online. En dit keer ziet hij een onbekend meisje wat naar hem kijkt. Ze kijkt ook niet echt heel vriendelijk, maar dat terzijde. Hij vraagt aan haar van, hey, wie ben je? Wat doe je hier? Dan merkt hij dat ze niet echt responsive is en dat ze dus waarschijnlijk een NPC is. Maar vervolgens, voordat ze verdwijnt, zegt ze nog wel iets onverstaanbaars. Je ziet de lippen bewegen, maar je hoort niet wat ze zegt. Het verhaal vertelt je dan ook meteen dat je in een nieuw gemaakt spel zit genaamd Sword Art Origin. En het is een soort replica van Aincrad, alleen al zonder dood en verderf voor de gamer zelf. Sword Art Origin brengt je echter wel Aincrad. Wat dus eigenlijk inhoudt dat alles wat op de grond stond, zoals alle steden en bossen en dat soort shit, dat is eigenlijk van het Aincrad is dat zo overgenomen. En eigenlijk hebben ze dus alleen die zwevende toren van 100 verdiepingen gedelete. Prima. Daar hoefde ik toch al niet in. Dan punt 2. Je wordt na die cutscene en de uitleg meteen de tutorial ingegooid, waar ze wat controls uitleggen, ze laten hier wat opties zien, ze laten hier wat bekende gezichten zien uit de anime. En wat me heel erg tegenviel tijdens die gesprekken al in de tutorial, was mijn eigen stem. Ik kon namelijk bij de character creation ook een stem kiezen. Dus wat deed ik? Ik koos de meest irritante hoge stem die je kon vinden. Echt zo'n verschrikkelijke hoge anime stem dat je echt denkt van, wie spreekt het in godsnaam zo in? Wie praat er in godsnaam ooit zo in het echt? Ik koos dus zo'n stem en toen mijn vrouwtje wat zei in de tutorial,
was het de stem van Kirito himself. En ook toen ik de tutorial voltooid had en in het begin van het spel al die gesprekken moest aanhoren, was dat echt super awkward, want er klopte gewoon niks van de stem die ik had uitgekozen. En het spel zag me als Kirito en niet als een random chick die net een mannetje had aangemaakt en dat spel was gaan spelen. Daardoor waren de conversaties soms best wel raar tussen alle bekenden uit de anime en mij dan. Aan het begin ga je bijvoorbeeld ook samen met Asuna de stad verkennen. En je komt dan langs een cafeetje en dan begint ze blozend opeens over een date te praten. Vervolgens heb je met de hele groep afgesproken. Je gaat ergens naartoe, een beetje bijkletsen, want je hebt elkaar lang niet gesproken. En dan begint een van die gasten tegen jou te praten en vraagt aan je wanneer jij en Asuna nou eens gaan trouwen. Say what now? Ik bedoel, die conversaties, het is leuk als je aan het begin meteen voor Kirito kiest. Maar ja, het is ook wel, het stuurt je daar ook wel als het ware naartoe. Terwijl je dat van tevoren niet weet. Dus ik had gewoon mezelf gemaakt als het ware. En dan ga je dat spel in en dan al die conversaties en dat verhaal, dat is eigenlijk vooral gericht op die Kirito-Asuna relatie. Waardoor ik mij dus af begon te vragen, waarom zit dan die character creation er überhaupt in? Maar goed, dat is alleen het begin van het spel, dus misschien wordt dat later wel minder. Ik hoop het, want anders is het gewoon super raar. Maar wat ik daarentegen wel heel tof vond om te zien, is dat ze in dat spel echt een soort MMO-vibe hebben weten te creëren. Er lopen namelijk in de stad allemaal random spelers en als je dan naar het bos gaat om quests te doen, dan zie je ook andere spelers, andere parties, zie je ook met die quest bezig zijn. En ook de blacksmiths en de tailors en de chefs en alle shopjes. Ja, die hebben gewoon allemaal, ze geven allemaal een goede vibe af. En dat kon ik echt wel waarderen. Gewoon de wijde wereld van één ground. Het is echt gigantisch en ik heb daar pas een klein stukje van mogen zien. Wat ik wel al zag, ook op dat kleine stuk, is dat het er echt, het spel ziet echt ontzettend mooi uit. Tuurlijk, je hebt hier en daar wel eens een plant of een boom in de achtergrond die wat pixeliger is dan de rest. Maar het is niet storend. Nee, het heeft wel echt die MMO-anime-stijl graphics. En het ziet er wel gewoon goed uit. Het battlesysteem daarentegen, daar moet ik echt nog wel even aan wennen. Je zit in een party van 4 en iedereen heeft zijn of haar eigen skill attack. Je kan vervolgens, als je zo'n grote enemy hebt, dan kan je met elkaar linken. En dan kan je een soort chain skill attack doen. Maar hoe dat precies werkt, dat ik heb het nog niet helemaal onder de knie, maar ik hoop dat als ik dat een paar keer oefen, dat het wel goed komt. En ook heb je je gewone basisaanval die je altijd kan blijven spammen tot je vijand erbij neervalt. Dat is ook altijd fijn. Wat ik wel ook al een paar keer heb meegemaakt, is dat ik iets te enthousiast naar een vijand toe rende. Want dan zag ik er eentje in de verte, dan dacht ik, oh yes, nieuwe vijand, we gaan ze verslaan. En dan blijkt opeens dat die 5 levels hoger is dan dat ik zelf ben en dat mijn partymembers zijn. En ja, dan is het toch best lastig om te blijven overleven. Maar dat doe ik in gewone andere MMO's ook. Dus weet je, geen verschil. Alleen wel heel fijn. Dat merkte ik eigenlijk al bij de eerste van 5 levels hoger waar ik naartoe rende. Ik viel neer op de grond en ik dacht, oh, weet je, nou is het game over. Dan moet ik het weer helemaal opnieuw doen. Maar dat is dus niet zo. Ik kan gewoon op die grond blijven liggen en mijn vriendjes, die kunnen mij dan reviven. En ook als mijn partymembers op de grond vallen en ik ben nog over, dan kan ik hun reviven. Dus het is niet per se zo dat het game over is zodra mijn personage neervalt. En dat is wel heel fijn. Al met al ben ik gewoon ook heel benieuwd naar de rest van het verhaal. En dan niet zozeer de Kirito-Asuna-relatie, maar echt het verhaal van het spel zelf. Omdat ik geloof niet dat deze één ground, dat zo vredig is als het zichzelf voordoet. Maar goed, ik ga het zien en wanneer ik meer weet, dan zal ik jullie ook zeker meer vertellen. Dus verwacht over een tijdje een review van dit spel. Al heb ik wel gelezen dat het voltooien van dit spel, het kan iemand wel 70 tot 100 uur kosten. Dus dat wordt een beetje doorgamen. Anyway, tot snel!